l'Union Européenne met Néerlandais. Voor uw traductie en voor jij moi un message. Welkom bij de Westen als Duitsland. Ik wil over de Europese Unie spreken, maar ook Nederlandisch. Voor een Übersetzung zendet u hier een Nachricht. Welkom, Yellow West of Great Britain. I will speak about the European Union, but unfortunately in Dutch. If you want a translation, please send me a message. Het verdrag van Maastricht, officieel het verdrag van de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend en diende ter oprichting van de Europese Unie. Met deze ondertekening van het verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht en werd op termijn de euro als gezamenlijke munt geïntroduceerd. Nederland is de EU ingegaan zonder raadpleging van het Nederlandse volk. Omdat het verdrag van Lissabon veelal een verdragswijziging betreft en niet zoals het verdrag tot vaststelling van de grondwet voor Europa een vervanging is voor de bestaande verdragen, waren de Britse, Deense, Portugese en Nederlandse regering van mening dat zij het Nederlandse volk niet om hun mening hoefden te vragen. Ik vind dat landverraad. Het verdrag van Lissabon introduceert ook voor het eerst in de geschiedenis van de Unie een uittredingsclausule in het verdrag. Even kijken, voor het geval een lidstaat haar lidmaatschap van de Unie wil opzeggen. Conform artikel 50 kan Nederland zich terugtrekken uit de Europese Unie. Heeft u wel eens van het verdrag van Velzen gehoord? Nee? Nou, dan bent u niet de enige. Jan-Peter Balkenende heeft samen met Frankrijk, Spanje, Portugal besloten om een Europese politiemacht met militaire status te laten ontstaan. Dit leger is niets anders dan een huurlingenleger die volledige immuniteit heeft. Waar ze ook zijn, zij hoeven zich niet te houden aan de wetten van het land waarin zij zich bevinden. Bijna geen enkele Europeaan kent dit geheime leger. Die luistert naar de naam Eurogent voor. Zij treedt ook op tegen landverraad. Moeten ze dan niet optreden tegen de regering? Een regering die ons land heeft verkwanseld en verraden? Regelmatig en steeds vaker wordt er een particulier EU-leger ingezet om ergens in lidstaten op te treden. Iedere persoon die voor Eurogent voor werkt, heeft onschendbaarheid. Eurogentvoor is vrij van vervolging. Eurogentvoor is een overheidsbedrijf die ook geen belasting hoeft te betalen. Zo kan Brussel eenvoudig de nationale wetgeving in noodgevallen buiten werking stellen. Ook onze wetgeving. Wij worden niet alleen bedonderd door de regeringen, er worden besluiten genomen zonder ons te raadplegen. De politiek belooft ons elke 4 jaar weer allerlei dingen. Maar ik kan mij niet herinneren wanneer een van die beloftes daadwerkelijk ooit is nagekomen. Behalve dit vind ik het onacceptabel dat de politiek verdragen ontwikkelt en ondertekent waar wij, het volk, niet van af weten. Hieruit blijkt maar meer dat wij geen volksvertegenwoordiger hebben. Al lang niet meer. De voorzitter van de Europese Commissie, onze Europese alcoholist Juncker, gebruikt het resultaat van het Brexit-referendum om onmiddellijk op te roepen voor een militarisering van de EU. Katja Ollongren staat hier volledig achter. Sinds de beslissing over Brexit is het enige project dat de neoliberale elites van de EU en haar lidstaten nastreven dat van een multidimensionele militarisering van de EU. In zijn State of the Union van 12 september 2018 bediscussieerde Juncker slechts één project voor de EU. De EU voorbereiden als een global player in de machtspolitiek. Onze Europese elites gebruiken de EU voor een nieuwe ronde van militarisering van onze samenlevingen. Omdat in het verdrag van Maastricht verboden wordt om ook maar 1 cent van de EU-gelden te gebruiken voor de defensiesector, hebben ze dus op voorhand besloten het verdrag van Velzen in het leven te roepen. Eurogentvoor zou in het leven geroepen zijn om dreigingen van andere naties te kunnen verdedigen. Maar het is pure militaire identiteit om de bevolking te onderdrukken. Wij hebben jarenlang toegelaten hoe de politieke beloftes omzetten in leugens. Wij zijn jarenlang naïef geweest en gehoopt, tegen beter weten in, dat het leefbaarder wordt. Maar dat is voorbij. Nadat Gerrit Zalm ons beloofd heeft dat het lidmaatschap van de Europese Unie ons allemaal voorspoed zou brengen, zijn wij het na 19 jaar EU spuugzat. Nadat onze stem is afgepakt, hebben wij helemaal niets meer te zeggen.
De politiek zegt dat we tijdens onze verkiezingen onze stem kunnen uitbrengen. Uitbrengen voor wie en wat? List en bedrog? Waar stemmen we op? Wilt u nog stemmen? Gelooft u de leugens nog? Gelooft u de campagnes waarin ze verbaal elkaar te lijf gaan? Ik niet. Het is één groot toneelspel. Elke keer weer zie ik mensen de leugens geloven die politieke partijen roepen. Zijn jullie dan ziende blind? Zoals ik al eerder tijdens protesten heb aangegeven, waarom krijgen wij nog een rood potlood? Net als 100 jaar geleden om te stemmen in een tijd dat alles digitaal is. Blijf vooral zelfstandig nadenken over alles. Ga zelf op onderzoek uit en laat de media voor wat het is. Vergeet de vakbonden, want die zijn doorspekt met politieke belangen. 46 miljard euro is weg van pensioenfondsen. Hoe dan? Wat doet de regering dan? Ze roepen op voor een kamerdebat. Wat is daar ooit uitgekomen? Niks. Ziekenhuizen sluiten, maar corrupte banken worden gered. Als mensen niet meer naar een ziekenhuis kunnen gaan door financiële ellende, is de regering indirect schuldig aan doodslag. Novartis heeft een kankermedicijn 6 keer duurder gemaakt. Wordt daar iets aan gedaan? Nee. Ziekenhuizen sluiten omdat zorgverzekeraars willen dat zorg beter thuisgegeven kan worden. Dat is niet waar. Zorgverzekeraars willen gewoon niet meer uitkeren, maar hun zakken vullen. Daar komt nog bij dat de thuiszorg niet nooit kan opvangen. Wat doet de regering hieraan? Niks. Je hebt zij harder te regelen. Een aantal redenen waarom deze regering moet aftreden. Het belang van multinationals boven het volk. Afschaffen van referenda. Toekijken en geen actie ondernemen als ziekenhuizen sluiten. Belastingen blijven verhogen. De regering draagt niets bij aan de Nederlandse economie voor de gewone man. Rutte zet zich alleen maar in voor Brussel en niet voor Nederland. En zo kan het nog wel even doorgaan. Ik daag hierbij Mark Rutte uit voor een gesprek.